Welkom bij de Kat Coolmo podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Coolmo podcast. En vandaag heb ik de gast Monique in Den Bosch. Hey Monique, welkom. Hi Kat. Leuk dat je er bent. Hey, wij kennen elkaar eigenlijk een klein beetje inmiddels. Jij was vorige twee weken geleden te gast in mijn gratis goudzoekerscall op Zoom. En dat was zo'n leuk gesprek. En toen dacht ik wil jou in mijn podcast. Ja, dus, superleuk. En daar heb jij ja tegen gezegd. Dat vind ik hartstikke leuk. Yeah. Zou jij misschien wat meer over jezelf willen vertellen? Ik ben dus Monique in Den Bosch. Ik ben sinds kort verhuisd naar een huis in Malden, vlakbij het bos. En daar woon ik met mijn man en ons Griekse zwerfhondje. En ik ben 60 en het huis dat we gekocht hebben is ook 60 jaar oud. En heeft 2 jaar niemand beneden gewoond en 6 jaar niemand boven. Dus we hebben het hele huis gestript. En daar was ik eigenlijk best wel trots op mijn man en mij dat wij dat aandurft. Want heel veel vrienden die verklaarden ons van gek. Waarom ga je nou op je 60ste nog zo'n huis helemaal opknappen en verbouwen? Maar we zijn er heel blij mee en lekker veel buiten en iedere dag in het bos. En dat is heerlijk. En ik geef dus kledingadvies en gericht op echt wat mensen al hebben. En mijn missie is dus om mensen met een kleine kast toch heel mooi voor de dag te laten komen. En de pauw in zichzelf te herontdekken of te ontdekken. Dus dat is een beetje mijn missie. En dat doe ik voor mensen... Ja, van allerlei, op allerlei gebied. Ik heb je vorige keer verteld over een jongen met autisme en een meisje met anorexia. En bij het dorp in Arnhem. En ook bij wat dementeren, dat is meer in de privésfeer dan. Maar ja, ik vind het vooral heel mooi als mensen voor de spiegel gaan staan en dan hun handen in de zij. En naar aanleiding van ons gesprek vorige keer heb ik ook een verhaal geschreven op LinkedIn van... Hoe iemand van een beetje bescheiden op een stoeltje zat toen ik binnenkwam. En toen we echt mooie combinaties hadden gemaakt met spullen uit haar kast die een heel verleden hadden. En die ze nooit aandurfde. Omdat ze vroeger van haar moeder, dan gingen ze altijd winkelen. En dan kreeg ze niks van haar moeder. Maar wel, haar moeder kocht dan heel veel voor zichzelf. Dus nu had ze geld en dan kocht ze heel veel kleding. Maar ze durfde het niet aan. En toen zag ik in haar slaapkamer een rozenkwartsteen en een ruwe tak. En toen dacht ik, dit is gewoon wat mooi bij haar staat. Dus toen had ik een beetje een stoere combinatie. Dat was zeg maar mijn inspiratie. En toen heb ik daar combinaties mee gemaakt. Dus heel stoer en vrouwelijk en ook wel comfortabel. En toen stond ze met de handen in de zij voor de spiegel. En daar heb ik dus naar aanleiding van het interview met jou over verhalen een verhaaltje overgeschreven op LinkedIn en Instagram. Nou, daar kreeg ik wel hele leuke reacties op. Dus dat is wat ik dan het liefst doe. Hè? Als mensen met de handen in de zij voor de spiegel gaan staan. En dan denken van yes. Ja. Ik mag er zijn. Ja. Dat is wat ik doe. Wauw. Ja, ik vond dat heel inspirerend. Want je gaf inderdaad een paar hele mooie voorbeelden van... Ja, eigenlijk hele bijzondere mensen die normaal gesproken misschien wat ondergesneeuwd zijn. Of wat issues hebben met zelfvertrouwen. Of misschien niet zo heel erg bezig zijn met mode, weet je wel. Mm-hmm. Dus gewoon een fashion wat dan... Maar dat jij zegt van het is zo leuk om met wat ze al hebben en misschien een klein extra dingetje. Ze net eventjes... Ja. Weer die mogelijkheden te laten zien van wat er is en ook wat ze zouden kunnen zijn. En dat dan naar boven komt, wat je zegt van die pauw. Ja. Dus ik concludeerde al dat je een soort van kledingpsycholoog bent. Dus iets meer en toevallig. iets meer dat dan alleen stylist, zeg maar. Of nou veel meer dan alleen stylist. Ja, een interview met, hoe heet hij, van die Kedekedeng muziek. Dat is een goede vraag. Guus Meeuwis. Ja, Guus Meeuwis. En die heeft nu een vriend, of heeft al een tijd een relatie met Manon. Ja, Manon, de kledingstyliste, ja. Ja, en daar heeft hij een naam voor bedacht, de Style Shrink. En dat was dus zijn idee. En dan dacht ik later van, god ja, dan heb je toch een soort psycholoog erin. En toch weer styling. Dus dan dacht ik, dat heeft hij wel heel goed bedacht, vond ik.
Ja, en jij hebt het niet bedacht, maar je bent het gewoon op een of andere manier. Ja. Door het soort klanten waarmee je werkt, wat je zei over die dementerende mensen. Dat je, ja, weet je, bedoel, die zijn daar natuurlijk ook helemaal niet op die manier mee bezig. Maar als je die dan kan helpen om toch een beetje goed voor de dag te komen. Ik kan me voorstellen dat het ook heel, ja, dat is heel prettig om te doen. Dat is een mooie Ja. missie. Ja, dat is het zeker. En ja, op dat gebied heb ik wel meer mooie dingen gedaan. Een paar jaar geleden was in Arnhem de laatste modebiennale. En er was een modeontwerpster, Petra Hartman, en die had een show. Nou, dat was een van de mooiste momenten uit mijn leven. Die had een modeshow gemaakt, gecombineerd met mensen met een beperking. Een jongen met spastische trekken en een meisje die haar benen is verloren tijdens een ongeluk. Ze is ook nog ooit op tv geweest bij Je zult het maar hebben. En zij had dus mensen met een beperking, met een lichamelijke beperking, gecombineerd met echte professionele modellen. En die hadden achter de schermen zulke mooie gesprekken over van, ja, hoe heb jij dat nou gedaan met je rijbewijs? En mag je wel auto rijden? En ja, dus dan zag je van die hele mooie slanke grieten in gesprek met mensen die, ja, ook natuurlijk ook prachtig zijn, maar wel met een lichamelijke beperking. Maar dat was gewoon zo'n mooie combinatie hoe die ontwerpster dat had bedacht. Echt prachtig. Dus ja, dat was dan, ik was daar dan setdresser. Dus ja, dan maak je het een beetje achter de schermen mee. En dat was echt super mooi. Ja. Tof, Dus ja. dat is een beetje wat ik doe. En ik kom dus zelf uit de fast fashion. En ik heb 2 jaar besloten om die baan, die part-time baan, op te zeggen. Want ik had zoiets van, nou ja, ik wil er gewoon niet meer aan meewerken. En ik pas er niet meer. Ik heb eigenlijk nooit echt gepast. Maar ja, het zegt ook iets over mij dat ik er zo lang blijf verhangen. En verklaarde weer heel veel mensen me voor gek om op mijn 58ste een vast inkomen los te laten. Maar mijn man zei ook van, ja, denk je dat het daar nou ooit gaat veranderen in dat bedrijf? En de directeur van dat bedrijf, Paul Brust, die was best wel. Ja, we waren al een beetje bang voor die man. Dus die kwam in de winkel om te checken of alles er wel oké uitzag. En toen werd hij zelf opa. En toen was hij, ik denk ergens in Vietnam of zo, geloof ik. Hij heeft er een stukje op LinkedIn over geschreven. Dat hij, toen zag hij al dat blauwe water met die chemicaliën van al die jeans en zo. En toen is hij ook gestopt. Dus toen dacht ik, nou, we hebben allebei ons hart gevolgd. En ja, dus kun je zien dat je denkt dat je bang bent voor iemand. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen visie en zijn eigen levenswijsheid. En ja, en soms hoor je ook, al heb je een leidinggevende functie in een bepaalde visie gedrukt waar je achteraf misschien toch ook helemaal niet achter staat. Dus ja, dat vond ik wel heel mooi om dat ja, daarachter te komen. Ook weer een Ja. levensles. Ja. En te ervaren dat je dus dat je hart volgen dus altijd goed is. En dat je dus dan Ja. ook weer hele mooie andere dingen tegenkomt. Ik vond het ook grappig dat je vertelde dat je bijvoorbeeld ook gevraagd was om kledingadvies te geven voor het bovengedeelte. Voor de Ja. Zoom-calls die mensen Ja. tegenwoordig allemaal hebben. Dat is Ja. natuurlijk ook Ja. zoiets. Ik was heel verrast, want ik zou er nooit over nadenken. Van, oh ja, dat is ook best wel relevant natuurlijk. Voor, ja, zeker. Oh, dat is dan weer heel iets anders, dus meer zakelijk. Maar het is ook wel grappig dat je dus helemaal niet. Ja, ik zou niet bedenken van, oh, daar gaan we een stylist voor inhuren voor de bovenstukjes. Ja, Maar het ik is heb best wel het relevant. vrijdagmiddag gegeven. Dat was echt superleuk. Ja, het was eigenlijk een beetje naar aanleiding van een webinar van trendwatcher Christine Bolland, wat ik had gevolgd. En toen liet zij dat zo vallen. En het is natuurlijk, ja, het is natuurlijk maar een klein detail. Maar kleding kan natuurlijk wel als een soort van communicatiemiddel werken. Hè? Een extra versterkend. Dus ja. Dus ja, dat Ja, is maar dat wel. geeft wel aan hoe veelzijdig jij bent. Dus dat vond ik wel leuk. Ik denk van ja, weet je, maar je werkt altijd met speciale, eigenlijk specifieke dingen. Dus dat vind ik wel heel interessant. Leuk. Ja. Hey, en ja, in deze podcast ja, mag je natuurlijk alles vertellen over je missie. En we hebben het ook over rijkdom, in de brede zin van het woord. Ja. En ja, rijkdom gaat ook over geld. En ik vroeg me af, wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Ik heb een beetje een haat-liefdeverhouding met geld. Dat komt. Mijn vader was, die had een
fabriek hier in Nijmegen. En die was best wel rijk. En ja, alles kon. We gingen vaak op vakantie. Mijn ouders gingen vaak weg. En dan hadden we een soort van au pair in huis. En toen vond ik dat allemaal best wel normaal. En toen zouden we op een gegeven moment ook naar Zuid-Afrika gaan. Om daar te gaan wonen. Dan had mijn vader een van de projecten. Dus dan krijg je op je 12e in je puberteit te horen. Nou, we gaan naar Zuid-Afrika. En achteraf bleek dat een beetje een misverstand te zijn. Dus toen kwamen we toch weer snel terug. En toen gingen mijn ouders een groot huis bouwen in Lent, ook bij Nijmegen. En dan kwamen paardenstallen. Dus ik had een paar paarden tot mijn beschikking. En mijn vader die kocht voor mij een paard. Nou, daar kon ik dus helemaal niet aan. Dus dat zei een beetje ook iets over onze verhouding. En dus hij had best wel, of we hadden best wel wat te besteden. Mijn broer die kreeg een boot, want hij wilde graag zeilen. En toen werden mijn ouders allebei ziek. En toen zijn we uit Lent weggegaan, dus naar een wat kleiner huis. En dan hadden we ineens weer buren. Nou, dat was eigenlijk best wel raar om weer met buren geruchten in aanraking te komen. En toen ging mijn vader, bleek denk ik achteraf vrij vroeg dementeren. En mijn moeder die dacht dus dat ze gewoon ja, dat er genoeg geld was. Nou, dat was dus achteraf helemaal niet zo. Dus het was ineens, ja, ze had haar huis en verder niks. Dus dat heeft mij ook wel, daarom vond ik de beslissing om mijn part-time baan, het was geen topbaan, maar het was wel mijn inkomen. En om dat even, ja, om daar heel goed over na te denken. En ja, dus dat is een beetje wel mijn verhouding met geld. En mijn man die komt juist uit een gezin waar, ja, waar de familie heel belangrijk was. En waar ze allemaal een groot gezin met allemaal leuke spelletjes met elkaar doen. Weet je wel. Dus dan heb je een heel andere verhouding in je gezin. En bij ons werd, als mijn ouders wel eens ruzie hadden, dan zei die nooit sorry, maar dan kwam er een nieuwe auto, weet je wel. Dus ja, zo ging dat een beetje. En ja, dus dat is een beetje een typische verhouding met geld. Ja. Maar nu heb ik wel zoiets van, in het begin vond ik het heel lastig om geld voor mijn werkzaamheden te vragen. En toen dacht ik, nou ja, het moet eigenlijk voor een etentje kunnen. En later dacht ik, ja, ik geef eigenlijk zoveel waarde weg. Dus ik heb mijn prijzen wel verhoogd, maar een coach zei ze, nou ja, ze mag nog wel wat bovenop. Maar ja, dat vind ik dus nog wel een ding. Ja, dus het komt ook omdat je het met je hart doet. Dat is altijd spannend. Op een of andere manier. Dat is toch anders. Maar ja, dus dat snap ik wel, ja. Hé, hey, maar en als je geld hebt, Monique, waar geef je dan aan uit? Wat vind je leuk? Aan uit? Ik geef heel veel geld uit aan bloemen. En aan spullen in mijn tuin. Soms ben ik ook wel eens heel blij dat ik een dag geen geld uitgeef. Want toen ik nog werkte voor dat bedrijf, toen werkte ik dus altijd in de stad. En ja, dan ging ik ofwel weer naar Sissy Boy of weet ik veel, naar de Zara. Dus iedere dag kwam er wel iets. En nu denk ik wel eens van, god, ik heb een dag gewoon niks gekocht. Dat vind ik dan ook wel weer oké. Okay. En ja. Ja, ik hou er wel van om naar een mooi museum te gaan of lekker naar een andere stad. Mooie uitstapjes te maken. Ja, maar vooral iedere week koop ik wel bijna altijd 2 bossen bloemen. Daar kan ik wel heel erg van genieten. Dus ja, en dan maak ik wel weer een mix van allerlei dingetjes. Dus het hoeft niet altijd een complete nieuwe bos te zijn. Maar ja, dat vind ik wel altijd heel, heel fijn om me heen te hebben. En mooie bladen koop ik ook graag. En kleding dus een stuk minder. Ik denk, als ik pretendeer al meer uit je kast, dan moet ik dat zelf dus ook doen. En dat doe ik ook wel. En dat gaat ook eigenlijk best wel goed. Dus ja. En ik ben bezig ja, toch wat bewuster met mijn geld om te gaan. Dus ja. Ja, dat is volgens mij voor bijna iedereen wel een challenge. Zeg maar meer te gaan kijken van ja, je kan het toch meestal maar 1 keer uitgeven. Is het altijd. En ja, weet je, waar kies je dan voor? Ga je dan voor kwaliteit of voor kwantiteit? En nou ja, sowieso denk ik wel een beetje dat het ook een, nou, dat is misschien wel iets ook weer van deze tijd. Opnieuw. Gewoon weer eens kijken naar van, wat heb ik eigenlijk allemaal al?
En ja. Wat wil ik graag houden? Zo de Marie Kondo, does it spark joy? Ja. Of weet je wel, of kan ik het loslaten? En creëer ik weer ruimte, open armen om nieuwe dingen te ontvangen, zeg maar, dat idee. Ja. Dat vind ik ook ja, dat klopt. Toen we gingen verhuizen, dus ja, dan doe je ook weer heel veel weg. En dan we hebben nu een veranda gemaakt en die heb ik eigenlijk ingericht met allemaal spullen die ik nog had. En ja, in mijn kennis- en familiekring ken ik ook wel mensen die dan iedere jaar aan de hand een andere bank moeten hebben. En denk ja, ik bedoel, je vindt iets mooi of je vindt iets niet mooi. En dan spaar je er anders maar voor als je het ja, echt iets... Tenminste, ik wil wel verliefd zijn op dingen die ik in huis heb. En, ja. Ja, en ook dus dingen die je in je kast hebt. En op jezelf. Ja. Ja, klopt. Nou ja, wat ik zeg, de inner power naar boven halen. Ja. Bij andere mensen. Nou ja, en misschien ook wel bij jezelf. Ja, leuk en, woord. Ja, als je nog maar een tientje zou hebben. Ja, ik weet niet of jou dat zou overkomen. Maar ja, mij is dat zou overkomen toevallig. Ja, dat maar je nog ook één wel eens. Je weet niet precies wanneer er weer een nieuw tientje komt. Maar je hebt nog één tientje. Wat ga je daarmee doen? Nou, ik had opgeschreven, ik zou of een lekker visje gaan halen, of toch weer een bloemetje. Ik denk dat mijn man een visje lekkerder zou vinden, maar ja. Dus dat. Oké, en als je een tientje op straat vindt? Ja, dat ligt er een beetje aan hoe je het vindt. Want ik heb dus ooit eens een keer op het werk best wel veel geld gevonden. En dan kwam het duidelijk van iemand die dat uit zijn zak had laten vallen. En denk, ja, als je zo nonchalant met veel geld omgaat dat je het zo in je broekzak hebt. Toen moest ik het daar afgeven. En toen is het, als het na zoveel maanden niet werd opgehaald, dan zou ik het krijgen. En dat was het uiteindelijk dus ook. Dus ja, of ik moet iemand bijvoorbeeld op het station zien zitten waarvan ik denk, nou, ga jij maar een lekker broodje halen en dan geef ik het dan aan. Of ja, kijk, als je bij het politiebureau afgeeft, dan heeft het ook weinig zin. Maar ik vond het eigenlijk best wel een lastige vraag. Denk jij, ja, is het dan oneerlijk om het zelf te houden? Of ja, ik denk dat ik het zou geven of aan iemand waarvan ik denk, nou, die verdient vandaag wel een bloemetje, dat ik daar dan even een bloemetje aan af zou geven of zo, zoiets. Maar niet in mijn eigen portemonnee stoppen. Maar ja, ik stel die vraag natuurlijk niet voor niks. Want dat is voor veel mensen het dilemma. En inderdaad ook zo van ja, rondkijken of iemand het heeft laten vallen. Ja. Of dat je inderdaad. Ja. Wat, het gaat eigenlijk ook een beetje over kan je ontvangen. Weet je, als er zoiets komt. En wat ga je dan doen? Ja. Ga je het dan uitgeven of ga je het weggeven? Ja. Of ja, weet je wel. Dus, ja, want toen van het geld wat ik toen had gevonden op het werk, daar heb ik toen, ik had hele mooie gordijnen gezien en daar heb ik het toen bijgelegd. Dus daar was ik wel heel blij mee. Ja. Dus, toch leuk ook, als je die mazzel hebt. En als geld geen enkele rol zou spelen, als je echt gewoon, kraantje openzet, kom gewoon lekker, gewoon, blijft gewoon geld uitkomen, gewoon plant. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Dan zou ik dit huis verkopen en dan zou ik nog dichter bij het bos gaan wonen. Ik woon nu al vlak bij het bos, maar dan zou ik echt aan de bosrand willen gaan wonen en dan een jaren 70 bungalow helemaal mooi opknappen. En ik zou dan mijn man gunnen om minder te laten werken. En ik zou denk ik graag een online magazine willen oprichten en daar allemaal inspirerende mensen een praatje laten doen en dan mooi vormgegeven en dan bijvoorbeeld zo iemand zoals Shura of bijvoorbeeld wat jij jouw verhaal, ja, dat je echt mensen met een verhaal aan het woord laat en dan een beetje een mix van allerlei bladen maken. Dus wel mode erin, maar ook mooie dingen van op cultureel gebied, maar ook spiritueel gebied. Hoeft allemaal niet te zweverig, maar mag wel een beetje diepgang hebben, maar wat ik toch wel bij bladen mis. Ik merk wel dat ik nu bij meer bladen wel ontdek. Bij de Harper's Bazaar bijvoorbeeld de laatste aflevering denk ik, nou, die zijn wel heel erg oké. Maar ja, dat zou toch nog wel een wens zijn. Wat tof. Grappig, die deel ik die wens.
deel ik. Dat tijd, ik heb altijd gedacht, oh, ik wil een tijdschrift uitbrengen. Ja. En ik had ook vroeg bedacht dat het tijdschrift Tapas ging heten, met een Z aan het eind. Want daar kon dan van alles en nog wat in. Gewoon alles wat leuk is en wat ja, inspirerend is. En weet je wel, dat er dan allemaal in kon. Een soort van, ja, nou ja, dat was er toen nog niet. Hè. We hebben het over de jaren, weet ik veel, nou, lang geleden. 30 jaar geleden. Minstens. Maar dan dacht ik van, ja, dat wil ik dan. Maar ja, dan was ik allemaal aan het denken van, ja, hoe dan? Maar nu tegenwoordig kan je het natuurlijk online doen. Ja. Superleuk. Ja, dus ik, mijn blogplatform De Rijke Meisjes, dat is ook een beetje, nou, dat was ook een beetje het idee daarvan. Ook van, ja, ik wil mensen interviewen of wat hun rijk maakt. Nou, dat is nu een podcast geworden, maar dat was altijd, ja, geschreven interviews. En ook gastblogs van mensen die dus ja, een mooi verhaal te delen hadden over mindfulness of over geluk of over ondernemen of over ja, allerlei thema's, zeg maar. En ja, het is best wel lastig om het te vullen, zullen we maar zeggen. Ja, een online weet je, in bladen krijgen zoveel mensen die al een naam hebben vaak een podium. Terwijl ik denk, ja, heel veel mensen hebben een mooi verhaal of een mooi iets te melden en een mooie visie. En dus er mag best wel meer aandacht aan gegeven worden, denk ik. Ben ik het helemaal met je eens. Dat was ook mijn reden zo van, ik wil geen BN'ers. Ik ken er genoeg hoor, daar gaat het niet over. Maar dus ik heb ook nog ooit in de media gewerkt. Maar ik had een beetje zoiets van, ik wil juist de mensen die niet zo snel op de voorgrond treden, die wil ik een podium geven. Ja, volgens mij heeft iedereen een mooi verhaal. Ja. Sommige mensen vinden hun verhaal heel vanzelfsprekend. En daarom denken ze van, ja, het stelt niks voor. Maar ja, voor iemand anders kan het net dat ding zijn waarvan ze zeggen van, ah, dat vind ik super gaaf. Oh, wat leuk dat je dat doet. Oh, je bent een stapje verder op de hero's journey dan ik. Dus, nou, weet je wel, dat idee. En dat is natuurlijk, dat is ook jouw kracht, denk ik. Dat je, ja, weet je, de levenservaring en dingen. Je ziet toch dingen vanuit een ander perspectief. En misschien ook wel omdat je in die fast fashion hebt gewerkt, dat je ook gewoon, ja, dat je het ook breder kan zien. Mm-hmm. Nee, dat klopt. En daar komen natuurlijk, daar kwamen natuurlijk ook mensen uit de hele samenleving. En mensen met heel veel geld tot weinig geld. En dus dat was, ja, het was altijd wel toch wel inspirerend, vond ik. En en dat is eigenlijk wat ik nu eigenlijk ook doe. En die dingen die ik dan af en toe als vrijwilliger doe, ja. Dat is gewoon ook mooi om te doen. Dus daar krijg je dan misschien geen geld voor, maar daar krijg je energie van. Dat is ook mooi. Ja, dat klopt. Maar je krijgt er ook weer een visie over op terug van hoe je naar je eigen, dat je toch wel dankbaar mag zijn dat je 2 gezonde kinderen hebt. En dat je een fijn huis hebt. En dat je gewoon je boodschappen kan halen. En dat je kan lopen en al dat soort dingen. Ja. 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 De rijkdom eigenlijk, hè? Dus ja, dat klopt. Ja, dan is deze hele interviewserie is daar eigenlijk op gebaseerd. Op het kijken naar wat er allemaal is. Dus ik ben ook wel nieuwsgierig. Wat maakt jou rijk? Wat maakt mij rijk? Nou, ik heb 2... Ik had nooit gedacht dat ik dat in een interview ooit zou zeggen. Maar mijn kinderen, die maken mij ook wel heel rijk. Die leren mij ook heel veel. Iedere dag de dag beginnen met een boswandeling. Nou, dat geeft zoveel rijkdom en zoveel schoonheid aan je leven. En ook geestelijke rijkdom. Dat je een uur... Ja, ik moet dan wel even kijken of de hond bij me blijft. Maar een uur een beetje kan nadenken over allerlei dingen. En heb ik toevallig laatst ook in een ander interview verteld. Vanuit onze slaapkamer kijk ik op 2 bomen. Nou, dat is dan... mijn ochtendsessie om daar even lekker naar te kijken en even te mijmeren. En nou, dat is al zo'n rijkdom als je zo je dag kan starten met kijken naar 2 bomen. En dan, ja, nu, nou, de herfst een beetje gaat naderen, wordt natuurlijk een ander verhaal. Maar het is wel heel fijn. En dan denk ik van, dat hebben we toch maar mooi gefixt. Gewoon om hier een fijn huis te kopen en lekker op te knappen. En dat geeft al heel veel rijkdom. En allemaal gezond. Of ja, mijn man is dan heel goed uit een herseninfarct gekomen. Dus ja, dat had allemaal heel anders kunnen aflopen. Dus dan denk je wel van, jeetje, dat is toch wel heel veel rijkdom. En
Dat vind ik wel echt. Kijk, en dat grote huis waar ik met mijn ouders woonde en met die paarden, was natuurlijk allemaal super fijn. En we hadden daar toen geen geld zorgen. Maar op een gegeven moment denk je, ja, komen die vriendinnen nou voor mij of komen ze om paard te rijden, weet je wel. Dus dan is het, het is gewoon, ik ken ook de hele andere kant van rijkdom en van ook een beetje zo'n nepwereldje. En ja, dus ja. Dus rijkdom is het voor mij niet echt alleen maar geld. Kijk, het is natuurlijk heerlijk als je er niet over wakker hoeft te liggen. Dat je naar de winkel je boodschappen kan gaan halen. En toevallig had ik het een tijd geleden bij een marketingtraining over. Van, ja, natuurlijk is het fijn als je veel inkomen hebt. En dan kun je natuurlijk ook mooie dingen doen. Diegene die die training gaf, die heeft een school in Nepal opgericht. En denk, ja, dat is natuurlijk prachtig. Dus zo kun je er ook naar kijken. Hè? Van dat je een hele andere manier naar geld gaat kijken. Dat je niet alleen maar voor jezelf hoeft te houden. En nog een duurdere merkauto. Of nog een auto erbij. Of weet ik veel wat. Of de zoveelste merktas. Maar dat is natuurlijk prachtig. Als je zoiets ermee kan doen. Dat geeft volgens mij heel veel voldoening. Dus dat is een beetje mijn visie op rijkdom. Mooi. Het is ook mooi dat je, nou ja, dat je ook iets over die andere kant zegt. Hè? Dat je ook ervaren heb hoe het is. Want heel veel mensen die willen heel graag rijk zijn in de zin van veel geld hebben en dan alles kunnen kopen. Maar dat is toch, ja, weet je, als je dat zelf meegemaakt hebt, dat is het toch ook niet. Conclusie of zo, ja. En het, maar wat je zegt, als de goede mensen genoeg geld krijgen, dan kunnen ze wel heel gave dingen doen. Dat is dan wel weer leuk. Ja, want er was toevallig laatst ook stond geloof ik in de Volkskrant over twee mannen. Die ene die kon nog maar meer geld hebben voor zijn dood. En die andere man die wilde voor zijn dood al zijn geld op hebben. Terwijl die echt miljarden had zelfs, geloof ik. Ik weet even niet hoe die heet. Maar ik dacht, ja, dat is toch wel super mooi als je dat kan doen dan. Hè? Ja. Ja, dus het is niet, het geld aan zich is niet vies. En geld is ook gewoon handig. Ja. Dus, maar ja, het is wel. Ja, er kleeft voor veel mensen wel veel gedoe aan. Ja. En, ja, dat is een beetje jammer. Ja. Dus dat is ook een beetje wat, ja. Leuk om die rijkdom even wat in een wat breder perspectief te plaatsen, zeg maar. Ja. En nou ja, dat vind ik inspirerend hoe je dat vertelt. En ja over inspiratie gesproken, heb jij bijvoorbeeld, wat inspireert jou? Heb jij bijvoorbeeld een favoriet boek? En welk boek is dat? Ik vind het boek van Jimmy Nelson, Homage to Humanity, dat vind ik een ontzettend mooi boek. Dat inspireert mij heel erg, maar dat is meer een visueel boek en daar hou ik eigenlijk ook wel heel erg van. En daar doe ik zoveel inspiratie uit op over sieraden en ook over andere culturen en over kleurencombinaties en borduurwerk. En ja, dat vind ik echt heel erg mooi. En een boek waar ik heel erg van onder de indruk was, dat is even kijken, ik heb opgeschreven. Wat is de wat? En dat gaat over een jongen uit Afrikaanse oorlogsgebieden en hoe hij zich daaruit ontworstelt. En ja, dat vond ik ook echt een super mooi boek. Even kwijt waar ik het heb geschreven. Dave Eggers is volgens mij de schrijver. Ja. Yeah. Hey, en Jimmy Nelson, eventjes ter toelichting aan de luisteraars, want misschien kent niet iedereen hem. Hij is een, hij is een fotograaf die heel veel verschillende culturen fotografeert. Hè? Ja. Volken, of hoe zeg je dat? In hun oude Een soort stammen, zeg maar, die op uitsterven. Of die heel veel mensen een beetje onontdekte gebieden leven, voor zover je erover kan spreken. En die echt, dat is echt ontzettend mooi hoe hij dat doet. En hij heeft een team van allemaal vrouwen om zich heen, maar hij maakt daar de meest prachtige foto's samen met die vrouwen. En ook hoe ze met hem omgaan in allerlei dansjes en zo. En hier in Nijmegen, of in Bergendal, heb je het Afrikaans Museum, die had een expositie ervan. Nou, dat was echt zo ontzettend mooi gedaan. Echt heel indrukwekkend, vond ik het. Echt heel mooi. Gaaf. Ja, ja. Ik ken zijn naam eigenlijk van een televisieprogramma met jongeren, Dream School. En daar ging dat zijn dan van die jongeren die dan uitgevallen zijn. Ja,
Ja, en hij en die jongeren die, ja, dat is allemaal drop-outs, zeg maar, allemaal heel veel problemen thuis, allerlei gedoe. En die kregen dan een kans om op Dream School, zeg maar, ja, op een andere manier les te krijgen. En Jimmy Nelson was een van de docenten daar. Nou, hoe hij met die kids omging, en ze waren allemaal zo geïnspireerd om misschien een stuk zelfportretten maken, wat ze dan niet wilden, want ja, allerlei gedoe. Ja. Maar ik vond het heel erg bijzonder hoe hij met hun omging. Ja. En hoe hij eigenlijk toch hun echt raakte. En ja, weet je, die kids die hebben zoveel meegemaakt. En, en hij wist gewoon op een of andere manier daar gewoon vuurtjes aan te zetten. Nou, ik vond het echt heel bijzonder. Ja, en toen zag ik natuurlijk ook zijn werk. Echt zo, jeetje Mina, wat mooi. Ja, heel bijzonder. Ja, dat vind ik ook. Lijkt me heel bijzonder mensen om een keer te ontmoeten. En dit is zijn tweede boek dan. Met het eerste boek, Before They Pass Away, is ook prachtig. Ja, heel mooi. En dat tweede boek, daar zit dan een soort, dan kun je het ook een beetje digitaal lezen en bekijken. Of een soort 3D. Maar dat is eigenlijk voor mijn gevoel nog niet eens nodig. Het is gewoon echt prachtig gedaan. Tof. Wat een goede tip. En ook leuk dat het, weet je, Dave Eggers is dan natuurlijk wel een leesboek, maar dit is meer een kijkboek. Vind ik dan ook leuk. Ja. Dat hebben we niet zo vaak in de podcast. Okay. Fotografieboeken, dus dat vind ik leuk. En ja, ik hou van fotografie. Ja, dan die winkel Mendo, hè? Dat is natuurlijk wel een feestje. Oh. Ik mag daar niet naar binnen, want dan wil ik alles kopen. Ja. En dat zijn geen goedkope boeken die ze daar hebben. Nee, echt een mooi fotoboek. Dat is, dat kost geld. Maar het is wel heel bijzonder, inderdaad. Ja. En ik vroeg me ook af, heb jij iemand die een voorbeeld voor jou is? Dat kan een ondernemer zijn, misschien ook iemand anders. Ja, ik heb er eigenlijk twee. Ik heb een tijdje geleden via Instagram in contact gekomen met Denise Boomkens van Anne Bloom. En zij heeft een account voor 40 plus vrouwen. En mijn wens was, zij fotografeert vrouwen en neemt ze ook een interview bij af. En dat zet ze allemaal op social media. En het is allemaal helemaal gericht op positiviteit. Het is echt ontzettend goed. Ook coaches zijn echt helemaal fan van haar, om hoe zij, als je in overgang komt, hoe ze dat positief allemaal neerzet. En ook hoe je met ouderdom van je lijf en je gezicht omgaat. En het is echt super mooi. En ik ben dus door haar gefotografeerd en ik sta op haar account na. En dat, ook met dat interview erbij, en dat is echt super leuk. En ik vind echt dat zij het ontzettend goed doet. En ook, je komt daar dus zonder make-up en je wordt daar opgemaakt door professionele mensen, door een goede kap, een visagist. En dan denk ik van, ze behandelt dus iedereen als een fotomodel. Nou, dat is gewoon echt fantastisch. En er komen ook vrouwen van 90 of zo. En ze heeft zo'n groep vrouwen om zich heen vergaat, ook toen tijdens het feest. En mensen kenden elkaar eigenlijk allemaal niet en toch raakten ze met elkaar in gesprek. Dus dat was echt, was nog voor corona dan, was echt zo bijzonder. Echt heel, heel goed. Echt een account om te volgen, vind ik. Oké. Okay. Ja. Het wordt ook wereldwijd gevolgd. Ze doet het ook allemaal in het Engels. Ja, echt, echt mooi. Ja. Wat leuk. Nou, dan zetten we die link eventjes in de show notes van deze podcast. Dat mensen dat even kunnen gaan checken. Dat is leuk. Ook om dat interview met jou natuurlijk even te zien. Ja. En de foto's. Ja, leuk. Ja. Wat tof. Nou, en je had nog iemand. Ja, ik heb Yvonne van Bergen. Ik heb toevallig een kaartje van haar hier liggen. En ze is kunstenares, maar zij is een niet echt. Komt toevallig net een berichtje van Denise binnen, van Anne Bloom. Is eigenlijk een kunstenaar, maar in de kunstenaarswereld wordt ze niet geaccepteerd, omdat ze eigenlijk, of nee, niet dat ze te groot wordt misschien, maar mensen vinden haar te commercieel. En zij heeft dus ook een online training nu en dan leert ze mensen intuïtief tekenen en schilderen. En dat heeft ze nu haar Engelse versie al gelanceerd. En zij is dus eigenlijk van huis uit kapster. En ze heeft, door hard te werken heeft ze een opleiding in België betaald om aan de kunstacademie. En dat vind ik dan toch wel heel erg goed, weet je wel. Dan denk ik, hoe mooi kun je het hebben dat je jezelf zo volgaat voor je missie. En ze verkoopt dus heel goed. Mensen vinden haar kunst misschien een beetje te commercieel. Maar ik vind het gewoon prachtig hoe ze zichzelf in de markt zet en hoe ze
volop voor haar missie gaat en 's morgens vroeg opstaat. En eerst werkte ze echt ontzettend hard, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Maar toen heeft ze door een bepaalde coach, Fijke Wilmsen, daar heb ik ook een paar sessies bij gevolgd, om vanuit de rust meer te gaan werken. Ja, en dat is eigenlijk wel heel inspiratievol, vind ik, dat je dan, ja, ja, niet dat ik op een kapsel neerkijk, want ik bedoel, heb je natuurlijk ook een hele mooie functie in het leven, ben je ook een halve maatschappelijk werkster af en toe, maar dat je zoiets krachtigs dan neer kan zetten, ja, dat vind ik wel heel erg mooi. Ja, dat is prachtig, vind ik. Ja? Dus, ja. Tof. Klinkt leuk. Ja. Ik vind het zo leuk. Iedereen kijkt naar inspiratie vanuit een ander perspectief. Dat vind ik dan ook heel leuk dat je inderdaad een kunstenares noemt. En iemand die ook de pauw in andere mensen naar boven haalt. Ja. Tof. Ja. Hey, als ik jou echt zou kennen, zou ik weten dat, ... vul aan. Dat ik verliefd kan zijn op een kledingstuk. En dan ga ik er ook net zo lang voor tot ik dat ooit een keer in mijn kast heb of schoenen. Dat is eigenlijk een beetje ook door mijn vader gekomen. Hè? Dan kreeg ik het van mijn moeder niet, maar dan van mijn vader wel. Dus dat was wel weer leuk. Dus daar is mijn liefde voor mooie spullen voor ontstaan, ook voor in huis. En dat ik me niet altijd op de voorgrond zal dringen, maar als ik iets vind, dat dan ook wel gebeurt. En dat ik ook wel vind dat je ook in oplossingen moet denken en dat je niet zo snel bij de pakken neer moet gaan zitten. Dus is dat mooi. Voldoende? Mooi, ja, zeker, zeker. Prachtig. Ja. Oké. Okay. En wat zie jij als jouw grootste levensles of levensinzicht? Mijn grootste levensles is... zeven jaar geleden, heb ik je al verteld, toen was het best wel een heftig jaar. En toen was mijn man, die kreeg een herseninfarct. En zelf dacht ze dat ik darmkanker had. Hersenkanker, sorry. En dat is natuurlijk wel een verschil. En mijn vader overleed en onze hond ging dood. En mijn zoon kreeg een ongeluk. En toen dacht ik iedere keer op het werk van... Oh jee, ik heb nu gewoon structuur nodig. En als je dat dan aangeeft bij mensen, dat ze daar dan niks mee doen. Maar dat je dan ook wel aan jezelf toe mag geven. Dat je het pittig mag vinden. Maar dat je dan ook wel weer de veerkracht moet hebben om het... om het allemaal toe te laten en dan weer denken van nou, kom, dit is geweest en nu gaan we weer verder. En dat je dan je hart gaat volgen en of blijft volgen. En vooral doet waar je goed bij voelt. En dat heb ik dus ook gedaan toen ik 2 jaar geleden die part-time baan opzij bij die fast fashion keten. Dat ik dacht van ja, ik ga nu gewoon voor mezelf kiezen. En dat ik altijd dacht van, oh, als mijn gezin het maar allemaal oké heeft en als het kinderen goed gaat. Maar eigenlijk is het ook belangrijk dat je zelf goed in je vel zit. Want ja, dat is ook wel een ding, vind ik. Dat je, als je niet goed voor jezelf zorgt, dan kun je ook niet goed voor een ander zorgen. Dus dat kost dan ook pakken energie. En dus dat is eigenlijk wel wat ik belangrijk vind. Ja, mooi. Het is het verhaal van het zuurstofmasker in het vliegtuig, hè? Dat je dan eerst die zelf op moet doen om dan daarna andere mensen te kunnen helpen. Maar er moet altijd iets gebeuren of zo voordat je realiseert van, dat werkt zo. En dan heb je wel inderdaad best wel een grote berg toestanden gehad waar je dan je doorheen moest worstelen. Hoe heb je dat gedaan? Of hoe ben je aan die veerkracht gekomen? Of had je die al? Is dat iets wat je kan leren of ontwikkelen? Of... Hoe zie je? Nou, ik weet wel van mezelf dat ik wel heel sterk ben. En zijn mijn kinderen eigenlijk ook wel. En daar ben ik ook wel heel blij omdat ze dat hebben. Maar vooral blijf dingen doen die je leuk vindt. En ondanks dat je dat ik 60 ben, dat je toch... iedere dag mag er wel iets nieuws op mijn pad komen. En dat... houd je ook veerkrachtig en
En jong van geest, dat vind ik toch wel heel belangrijk. Ik bedoel, als ik dan zie die mensen omgeven met Alzheimer, dan denk ik, ja, zolang je hersenen het nog goed doen, geniet ervan en doe dingen waar je iets van kan leren. Ik wil nu graag een reiki opleiding gaan volgen en iets anders op psychologisch gebied. Dan denk ik, nou, dat vind ik wel een hele mooie verdieping. Dus dat wil ik toch wel in deze dagen iets voor gaan zoeken wat echt bij mij past. Dus lijkt me wel heel mooi om dat te doen. En zo vind ik dat je jezelf, je leven op een mooie manier nuttig kan maken die bij je past. Maar je bent van nature al wel best positief ingesteld, of zie ik dat verkeerd? Dus toen je man zo ziek was, hoe blijf je dan, zeg maar, vertrouwen houden in dat het goed komt? Na hem ook in zijn waarde te laten. Want ik heb het gezien bij mijn schoonzus. Mijn zwager heeft ook een herseninfarct gehad. En die was er wel wat slechter aan, moet ik zeggen, hoor. Maar zij ging over, ze wilde met het weekend overal mee naartoe hebben. En dan aan het etentje dit. En ik heb toen wel die tijd gehad dat mijn man, als hij dan echt geen zin had, dan ging ik het of alleen of ik bleef thuis. En dat is misschien wel een opoffering geweest. Maar zo zie ik het zelf niet. Ik bedoel, hij heeft mij ook altijd gesteund. Dus dat vind ik dan andersom. Vind ik dat wel. Dat je dat ook moet doen en ook toe moet laten. En hij is een mooi mens om dat niet voor te doen. Dus zeg je dat goed? Ja, weet je, je kunt natuurlijk altijd. Ik heb een goed voorbeeld van mijn moeder, hoe je in het negatieve kan blijven hangen en ook nooit over iets mag praten. Zoals toen mijn broer ging scheiden, dat mocht niemand weten. Dat was in dat is inmiddels 25 jaar geleden. Maar ik denk, wat heb je daar? Niks toch? Dus dat heeft me ook wel een groot spiegel voorgehouden, hoor. Hoe met dingen om moet gaan en hoe je altijd maar de schijn op kunt houden. En dan is het belangrijker dat je er voor elkaar bent en elkaar steunt. Maar je ook later. Dat je het eigenlijk aangaat. Ja. Zo, dat klopt. Zo hoor ik het. Dat je denkt van weet je. Die moeten we gewoon doorheen. Soms kun je in heftige dingen ook een hele andere kijk op jezelf krijgen. Hoor. Mijn dochter heeft een busongeluk gehad met de middelbare school. Bus naar Barcelona. En toen was net van tevoren om 6:00 of iemand volop in mijn buik trapte. En toen was die bus was bijna in de ravijn gestort. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. En er is één meisje wel overleden. En hoe die pubers toen een kijk op zichzelf hebben gekregen. Er was één meisje die zei, en dat vond ik zo erg om te horen. Maar wat ben ik ontzettend lachbek. Ik ben gelijk die bus uitgerend, omdat ik dacht dat die in de fik vloog. En ze had gedacht dat ze heel goed zou reageren als er iets zo heftig zou gebeuren. En toen dacht ik van jeetje, dat je zo jong al zo naar jezelf kijkt, weet je. Ja, heftig. Heftig. Ja. Terwijl je inderdaad, je weet niet wat je doet. Dat moet je meegemaakt hebben om dan te weten hoe veerkrachtig je bent op zo'n moment. Ik kan me dat trouwens nog herinneren, dat nieuws. Dat is direct toen volgens mij ook in de krant gestaan. Ze hadden ze nog een keer de auto. Ja, een keer de ouders ingelicht bij dat busongeluk. Toen was er dus een ander meisje wat was overleden. Ja, dat was echt heel bizar. En dan heeft mijn dochter, die heeft dat best wel heel moeilijk mee gehad. Want het had ook nog een hele heftige nasleep van die jongen die was overleden. Of die moest ruilen met dat meisje was overleden. En die heeft later zelfmoord gepleegd. Dus het was iedere keer een heel gedoe. Maar ook hoe die kinderen daar later mee om zijn gegaan. En ook hoe ze dat meisje hebben gesteund wat zichzelf een lachbek voelde. En denk, zo bouw je ook veerkracht op, hè, om daar met elkaar over te praten. En, dus juist wel over praten. En wel, gewoon het toch in de bek kijken, zullen we maar zeggen, hoe heftig ook. Ja. Zijn met de pijn, hè, zoals ze dat dan noemen. Ja. Ik vind dat wel interessant. Ik ben daar wel best veel mee bezig. Dus ik vind het mooi dat je dat zegt, zo van, weet je. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Dat is niet de makkelijkste weg. Nee.
Nee. Maar je komt er wel. Vooral als je in de puberteit zit, hè, dan hoort het leven een feestje te zijn. En dan moet je eigenlijk tegen je ouders af kunnen zetten. En ja, het leven is niet altijd een feestje. Het is niet altijd leuk. Maar ja, dat hoort er ook bij. Hè? Ja, mooi. Mooi. En dat realiseer je weer als het dan goed gaat. Hoe rijk je bent. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Ja, als het de hele tijd hetzelfde is. En dan vind ik van wat tegenop, hè. Ja, ja, nee, maar ja. Het is wel zo. Als je, ja, als het, weet je, mensen die streven naar permanent geluk, denk ik altijd van, ja, hoe dan? Weet je, dat wordt dan de soort van de flatline eigenlijk. Van, als er nooit eens iets is van, ja, een uitschietertje op de een of de andere kant, dan, ja, ik weet dan niet of dat het dan is, zeg maar. Ja. Maar het is goed, ook, ja, ik heb ook zo'n bewogen leven, dus net als jij, als ik het zo hoor, denk van ja, ik kan me niet eens voorstellen dat het alles gemakkelijk is en van een leien dakje continu, weet je. Maar dan waardeer je misschien ook veel minder de mooie momenten, denk ik. Maar, denk ik. Ja. Nee, het is niet om een oordeel te hebben over mensen die gewoon lekker de hele tijd gelukkig zijn, want dat is natuurlijk heerlijk, maar het is wel interessant om te kijken van, nou, als het niet de hele tijd perfect is, hoe doe je dan? Mm. En dat is mooi, dat zijn weer prachtige inzichten die je deelt. En ja, ik ben ook nog nieuwsgierig naar, dat is weer even iets heel anders, nou ja, dat weet ik trouwens niet, misschien wel. Wat lees, kijk en luister jij op dit moment? Ik ben op het moment, even kijken, hoe heet dat boek? De Hemel Verslinde ben ik aan het lezen. Dat is de opvolger van, hoe heet hij nou? Van de priemgetallen. Oh ja, ja. En dat is wel, vind ik wel een heel bijzonder boek, ook hoe dat... hoe dat werkt met pubers en met omgang met elkaar. En als je een soort geloof vastzit en hoe je daaruit ontsnapt. En dat ene dat beter lukt dan de ander. En dat vind ik wel een heel fascinerend boek. En qua muziek, nou, daar heb ik eigenlijk niet echt veel tips. Want mijn man die zegt altijd, jeetje, is je stil in huis. Dus ik heb altijd heel veel rust aan mijn hoofd nodig. Ja, ik denk dat ik toch wel veel prikkels altijd oppik. Dus muziek is voor mij een lastig ding. Ik hou wel van, ook van David Bowie en zo. Ik hou er wel van, maar meer op momenten. Dus ik ben daar niet zo in thuis. Terwijl mijn man daar heel veel van weet. Die heb ik ook in de muziekwinkel ontmoet. Dus dat was wel grappig. Toen hij daar werkte als bijbaantje. Maar ja, ik weet er dus zelf vrij weinig van. En op tv, dat nieuwe avondprogramma van Matthijs van Nieuwkerk volg ik wel. En dat vind ik ook wel interessant hoe mensen heftig op tv dan reageren. Dus dat vind ik dan wel weer spannend aan, weet je wel. Hoe mensen op dingen reageren. En ik probeer wel zo min mogelijk tv en Netflix te kijken. Maar ik moet zeggen dat ik daar... dat ik dan meestal een beetje aan mijn man overlaat, die tips van Netflix en zo. Dus ik heb daar niet echt heel veel tips over, denk ik. Of en op inspiratie. Cultureel vlak misschien? Er was in het museum, Hermitage, was een ontzettend mooie sieraden-expositie. Ik weet niet of die nog is, maar die was echt zo ontzettend mooi. En met Bibi van der Velde, daar ben ik ook wel heel erg fan van. Zij... heeft ook wel een heel eigen verhaal met een zieke dochter die heel ernstig ziek was. En daar heeft ze een hele mooie stichting voor opgericht om geld in te zamelen voor een meisje had geloof ik acute... die had een hersentumor geloof ik. En daar heeft ze een hele mooie stichting voor opgericht. En dan denk ik van ja, en dan maakt ze ook zulke prachtige sieraden en mooie beelden en... dat vond ik wel een ontzettend mooie expositie in Amsterdam. En en als je dus de kans krijgt om naar een expositie van Jimmy Nelson te gaan, zou zeggen, doen. Dus en er komt in Den Haag een hele mooie expositie over kleuren. En het Gemeentemuseum van Den Haag, ook supermooi. Dat komt volgens mij weer eind van de maand. Supermooie tips.
Ja, ja, misschien moet ik mijn vraag uitbreiden inderdaad. Maar goed, weet je, luisteren. Sommige mensen zijn inderdaad helemaal niet into muziek. Maar ik luister bijvoorbeeld heel veel boeken. En ik luister heel veel podcasts. Oh ja. Ik luister ook heel veel muziek. Maar, want ja, muziek is ook wel een beetje mijn ding. Maar ik luister bijvoorbeeld, ja, ik luister best wel veel podcasts en heel veel boeken. Ja, ik ook. En, ja, weet je, dat soort dingen. Ja. Ja, dus dat kan ook nog natuurlijk, hè. Dus daar kan je ook tips voor. Ja, ik luister ook wel een mooie podcast van Sabine van der Hulst. Zij is een coach en zij heeft een soort community. En daar kun je voor instromen. En daar deelt ze allemaal hele handige tips in. En ja, waardevolle visies. Maar ze heeft dus ook af en toe een podcast. En dat is echt ontzettend leuk om naar te luisteren. Ja. Nou, heb je toch nog een luistertip gegeven? Hey Monique, en heb jij misschien nog, een mooie quote om mee af te sluiten? Of een levensles, of een advies, of een tip? Of, ja, geen idee. Nou, mijn motto van mijn bedrijf is Buy Less, Choose Well van Vivienne Westwood. Dus koop een kledingstuk als je het een 8, 9 of een 10 vindt. En dat vind ik eigenlijk ook met spullen voor in huis. En zo gauw het een 7 is of een 6 laten hangen. En anders nog een keer opnieuw gaan passen. En ik vind dat we met z'n allen toch wel een beetje beter het milieu om moeten gaan. Dus ook bewuster dingen kopen en aanschaffen. En ik pak ook zoveel mogelijk de fiets. Maar dus dat is eigenlijk mijn bedrijfsvisie en missie. En en ontdek de pauw in jezelf. Hè. Ga maar eens voor de spiegel staan. En zeg maar eens, vond ik toch eigenlijk een leuk mens. En dat doet, wat dat betreft doet die Anne Bloem dat ook supergoed, weet je wel. Van dan gaat ze ook voor de spiegel staan. Van god, wat ben ik toch eigenlijk een leuk mens. En dus dat is eigenlijk... Dat zouden meer mensen moeten doen. Ja, vind ik ook. Ja. En ook complimenten ontvangen. En dat vind ik wel goed aan mijn kinderen. Als ik die een compliment geef, dan zeggen ze altijd... Nou, bedankt, weet je wel. En bij ons, mensen van mijn leeftijd zeggen meer van... God, oh ja, maar dat was maar dit of dat was maar dat. En toevallig van de week bij die training die ik gaf... om die bovenstuks voor jezelf... uit te zoeken om beter voor de dag te komen op je computer. Of op het beeldscherm. Toen zei iemand, god, wat geef je ontzettend veel complimenten. En toen dacht ik, ik was vaker gehoord. Maar ik denk, zie je dat als een compliment? Het is gewoon zo, weet je wel. Van, Wat leuk. Wat een mooie feedback, eigenlijk. Want dat betekent dus dat je het ziet, maar ook uitspreekt. Ja. Best wel tof om te doen eigenlijk. Vind ik ook een hele goede tip trouwens. Gewoon om eens wat vaker gewoon iets aardigs te zeggen tegen iemand. Ja. En tegen jezelf. Ja, of af en toe gewoon eens iemand te bellen. Waarvan ik laatst had ik het idee dat het niet zo goed met iemand ging. En dan denk ik, die ken ik gewoon van Instagram. En toen heb ik haar eens opgebeld van, we hebben een heel leuk gesprek gehad van een uur. Ja. Superleuk. Mooi. Ja. Nou, die pakken we ook nog even mee, die tip. Monique, ik vond het heel erg leuk om jou te interviewen. Ja, ik ook. Waar kunnen mensen jou vinden? Is nog even handig om te vertellen. Ik heb een website, www.studiobarmo.nl. Ik zit veel op Instagram. Daar plaats ik iedere dag 2 dingen die mij inspireren. Een mooie foto of waar ik mee bezig ben. En LinkedIn. En Facebook. Cool. Dus dat is eigenlijk, Nou, we zetten het allemaal in de show notes. En dan kunnen mensen jou gaan checken, gaan volgen, gaan inhuren. Voor een mooie, bijzondere kledingadviezen. Met een diepere laag. Hè? Dus, ik geef ook leuke workshops. Dus het staat allemaal op mijn site. Dus superleuk. Ah, heel tof. Ja, het is iets wat ik heel graag doe. Ja. Nou, mooi. Hey, dankjewel voor dit gesprek. En heel leuk om jou beter te leren kennen. En... Ja. Nou, dankjewel voor de uitnodiging, Kat. Dat was superleuk. Graag gedaan. Top. Hey, dankjewel voor het luisteren, mensen. En liken en abonneren. En tot de volgende keer. Ciao.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Tot de volgende keer. Ciao.